Van harte gefeliciteerd. Aan jou het woord als opnieuw onze partijvoorzitter. Hans Spekman. Ik heb een boekje bij me. De rode droom. Ik weet niet wie is er van jullie bij de tentoonstelling geweest 100 jaar sociaaldemocratie. Ik kijk niet naar de leden van de EES, want die waren er nog niet geboren. Er waren er toch een aantal geweest, hè? Ze hebben... Er was een prachtige tentoonstelling over 100 jaar sociaaldemocratie. Dus op zich een opwekkend boek, alleen er staat een minder opwekkende zin in. Maar ik wil jullie hem toch niet onthouden. Daar begint het namelijk mee. Kan je zien dat sommige dingen altijd terugkeren. Erin staat, sociaaldemocraten worden van nature, zo lijkt het, wel heen en weer geslingerd tussen twijfel en tevredenheid. De trots over het bereikte valt voortdurend samen met het besef van het onvolmaakte. Dat is al heel lang zo. Het was nooit eenvoudig om sociaaldemocraat te zijn. Maar beste mensen, wat is het prachtig om sociaaldemocraat te zijn? Als we toch nadenken over dat wij nu 70 jaar bestaan en de afgelopen dagen is niet veel geschreven over waar we trots op kunnen zijn. Maar het feit dat ik hier nu sta is wel te danken aan de sociaaldemocratie die ervoor zorgde dat kinderen uit arbeidersgezinnen ook gewoon konden leren, kansen kregen in het leven. Er is een verzorgingsstaat gebouwd waar we met z'n allen hartstikke trots op zijn. Dat er in Amsterdam het eerste homohuwelijk is gesloten door Job Cohen en daarna normaal is geworden, is ook een verdienste van de sociaaldemocratie. En niks alleen, hè. We hebben het altijd samen met andere partijen gedaan. Vooral in die begintijd met de katholieken, notabene. Zeg ik tegen Rut. Dat ging best goed. De vrouwenemancipatie heeft een enorme stoot voorwaarts gekregen. En zo zijn er allemaal resultaten die we wel geboekt hebben met elkaar. Ik zie Khadija zitten. Wie had bij het begin van deze tijd van de sociaaldemocratie kunnen bedenken dat iemand als Khadija met haar achtergrond, haar komaf, gewoon de kans krijgt in ons land om kamerzitter te worden. Ik ben zo trots op Khadija dat ze dit heeft bereikt. En dat is, beste partijgenoten, toch de betekenis van de sociaaldemocratie. Dat was ook ooit, als broekie, toen ik als 18-jarige lid werd, mijn motivatie om lid te worden. Gelijke kansen geven aan iedereen om samen vooruit te komen en nooit te zeggen, jij niet, jij wel, maar wij allemaal gaan vooruit. De opdrachten om de hebzucht en uitsluiting te bestrijden zitten in het DNA van de partij. Ik sprak deze week de heer Willemsen, 97 jaar, in Amsterdam. Het was een feest vanwege de 70 jaar bestaan van de PvdA. Hij was lid van het Eerste Uur en hij beschreef zijn familiegeschiedenis en de strijd die hij streed. Maar hij streed hem nooit voor zichzelf, maar altijd juist het oog op de anderen. Want hij had het niet best, maar heel veel anderen hadden het ook niet best. En hij had toch altijd de blik op anderen en die had hij nog steeds. Ons werk is niet klaar. Er is nog voldoende om ons zorgen over te maken en te willen veranderen met elkaar. Allereerst, er is veel te veel wij tegen zij. Bart sprak er ook al een aantal woorden over. Veel te veel wij tegen zij. Er is een enorme druk op samen. Veel mensen willen wel samen, maar hebben het idee, ja, dan doe ik het alleen. Maar wie komt er dan op voor mij? En ik spreek heel veel mensen die zich daar zorgen over maken. En er spelen ook krachten in de samenleving, die proberen dat samen te verscheuren, uiteen te rijten. En in de sociale media zie je dat helemaal. Ik zal één voorbeeld geven. Margriet Kleijwecht heeft een rapport geschreven voor Jij Bussemaker. Het is ook een journalist. Het was een rapport over hoe er gedacht wordt op scholen. Het rapport heet Twee werelden, twee werkelijkheden. Er wordt beschreven hoe leerlingen denken over hoe de waarheid is. Hoe de werkelijkheid is. En er staan dan citaten in over jongeren met een moslimachtergrond die zeggen alle Joden moeten dood. En er staan citaten in van mensen van mijn kleur en mijn komaf, hè, zoveel als de generatie Kaaskop, die zeggen ja, maar alle moslims moeten het land uit en moeten dood. En wat je dan ziet op sociale media en Twitter, is dan wordt dat boek wat net is verschenen alweer verscheurd in twee werkelijkheden en twee waarheden. En de ene waarheid wordt alleen maar gepresenteerd door de mensen die zeggen, ja kijk eens, al die moslims deugen niet, want die zeggen alle Joden moeten dood. En de andere werkelijkheid is een andere groep die het andersom doet. Dat dreigt Nederland te worden. Wij laten Nederland niet verscheuren. Wij staan op als dat soort uitlatingen worden gedaan.
De samenleving moet dat niet gebeuren. Dan zijn er moeders met hoofddoekjes die worden nageroepen op straat, wiens kinderen de meest vreselijke dingen naar hun hoofd geslingerd krijgen, of homo's die niet openlijk homo kunnen zijn. Dat is niet onze samenleving. Geschreeuw, intimidatie, bedreigingen, het zorgt ervoor dat milde mensen, de overwegende meerderheid, niet meer aan bod kunnen komen. En wij zullen opstaan en wij blijven opstaan als er uitspraken komen van een PVV-raadslid in Den Haag dat de islam als totaal verdelgd moet worden. En wij zullen opstaan en wij blijven opstaan als er woorden worden gebruikt door wie dan ook, of dat nou de PVV is of iemand anders die groepen wegzet of de samenleving alleen maar angst inboezemt. Dat is onze taak als Partij van de Arbeid. Dat is volgens mij de taak waar we altijd voor moeten blijven staan. Wij zijn de partij die staat voor die gematigde krachten, die nooit zal accepteren dat sommige mensen niet als volwaardig mens worden gezien en worden weggezet als ze horen er eigenlijk niet bij. Voor ons hoort iedereen erbij. En ik heb wekelijks, en sommige van jullie zijn ook hier, raadsleden aan de lijn die bedreigd worden. Wier kinderen zelfs bedreigd worden. En eergisteren was dat ook het nieuws. Hoeveel raadsleden niet op een normale manier hun werk kunnen doen. En dan moet niemand mij vertellen weer van een andere kant dat ik ervoor ben om het alleen maar regentesk te regelen. Want asiel is een gevoelige kwestie en ik vind het belangrijk dat daar het gesprek plaatsvindt. Maar het gesprek vindt niet plaats met molotov cocktails, met auto's in de brand steken, met varkenskoppen, met oproepen tot verzet. Het gesprek vindt plaats als we dat normaal allemaal als volwaardig mens zien, wiens mening gehoord dient te worden en waar we rekenschap verdienen te geven. Zo horen we dat te doen met elkaar. Niet kom even zet, maar laten we praten. En ik ben niet zo lenig, maar ik maak een diepe buiging voor al die raadsleden van ons, maar ook van alle andere politieke partijen die dit werk met ziel en zaligheid doen, vol overtuiging, vol vuur, maar ook met heel veel geduld. En ik wens jullie heel veel succes en ik sta aan jullie kant. Want als het gaat over een van de gevoeligste kwesties, toch van deze tijd, dan gaat het over asiel. En daarbij heb ik één diepe wens. Dat wij allemaal uit onze schuttersputjes komen. Laten we het gesprek aangaan en op zoek naar oplossingen. En daarom vind ik het ook echt heel goed van Diederik om het initiatief te nemen. Hoe moeilijk dat ook is, maar dat past bij ons dat we het initiatief nemen en niet laten bij de schutterspotjes en bij ons eigen gelijk. Dat klinkt misschien allemaal oudbollig, maar dat is wel de hunkering die de meeste mensen hebben. Dus ik zeg ook tegen Links Nederland, en dus ook tegen mezelf, als we in de schutterspotjes blijven zitten, dan blijven mensen verdrinken in zee. Dan zijn er landen die bedenken dat het slim is om juwelen af te pakken van mensen die dan binnenkomen, want dan komen ze misschien niet meer. Dan gaat Duitsland door de gezinshereniging steeds strenger te maken. Steeds meer landen bouwen hekken. Als dat niet ons land is, als dat niet ons Europa is, dan moeten we uit de schuttersputjes en zoeken naar gemeenschappelijke oplossingen. Wat lastig is. Maar dat is onze grote opdracht als Sociaaldemocraten. Als we één ding niet moeten willen, is alvast dat de mensensmokkelaars zich te barsten lachen. En dat doen ze nu wel. Die worden heel erg rijk over het leven van heel erg veel kwetsbare mensen. En dat gaat me diep aan het hart. En wie alleen maar eventjes kijkt naar een paar dagen terug, foto op de Volkskrant, een jongetje van 4 jaar, 11 kilo, die weet wat voor leed er nog in de wereld is. En onze opdracht is niet alleen een nationale opdracht, maar ook een internationale opdracht. We zijn een internationale partij. Een tweede heel groot punt volgens mij, wat een grote opdracht van ons is, is dat de verzorgingsstaat niet een gegeven is. Dat zei Den Uyl al in 1984. Een verzorgingsstaat die niet onderhouden wordt, houdt op te bestaan. Maar als je nu kijkt
naar de benarde positie van heel veel onverzekerde ZZP'ers, zelfstandigen zonder personeel, dan weet je hoe groot onze opdracht is. En dat zelfstandigen zonder personeel, en ik heb het met heel veel van die mensen te doen, dat dreigt een beetje in de politiek de nieuwe hypotheekrente te worden. Hypotheekrente, die benoemden wij als Partij van de Arbeid wel als eerste, maar heel veel partijen wilden niet aan. Maar dit moet veranderen. Want 21% van 800.000 ZZP'ers is slechts verzekerd voor ziekte. Mensen, dat is niet de verzorgingsstaat van de Partij van de Arbeid. Met mensen met een inkomen tot 10.000 euro, en dat zijn er ook nog eens meer dan 223.000, is slechts 3%. Dan is er geen verzorgingsstaat meer. Al deze mensen hebben dan niet de kans om, als ze pech hebben in het leven, ook gebruik te maken van het vangnet wat we met z'n allen bekostigen. En zo'n vangnet hoort er voor iedereen in onze beschaving te zijn. Dat hoort bij die verzorgingsstaat. En dat wordt het grote gevecht in mijn ogen voor de komende 20 jaar. Anders houdt de verzorgingsstaat op te bestaan. Er is ook veel positiefs te zeggen over hoe de samenleving zich ontwikkelt. Er is wel degelijk een hele grote onderstroom. Er is een hunkering naar samenhorigheid. De meeste mensen willen een samenleving van hoop en samenhorigheid en niet een versplinterd Nederland waar de angst de boventoon voert. Er is een enorme groep Nederlanders, van links tot rechts, die zich stoort aan het toon in het debat. Dat de schreeuwers alle aandacht krijgen, terwijl de meeste mensen een normaal gesprek willen voeren. Laten we praten in plaats van kom in verzet. Beste mensen, als ik kijk naar de toekomst, dan ben ik hoopvol. Er zijn meer vrijwilligers dan vluchtelingen. Er is in de samenleving dus die hunkering naar die samenhorigheid en die overgrote meerderheid van mensen die vinden de PvdA aan hun zijde. Er zijn ook nieuwe manieren om het idealisme vorm te geven. Er is natuurlijk ook veel gesproken over ons als ledenpartij. En ik heb nog steeds de ambitie met jullie dat we groeien en dat we sterker zijn. Wat ook belangrijk is voor die democratie. Maar ik zie wel degelijk dat er op allerlei nieuwe plekken idealisme ontspruit. Soms vanuit ondernemerschap, zoals Heilig Boontje in Rotterdam. Waar mensen vanuit ondernemerszin koffie zijn gaan verkopen, maar daar ex-gedetineerden een kans geven om weer een goed bestaan op te bouwen. Of ik zie het vanuit een internetplatform zoals Avaaz, waar 300.000 Nederlanders bij zijn aangesloten en die Benetton op de knieën heeft gekregen om die mensen in Bangladesh een fatsoenlijke schadevergoeding te betalen. Of vanuit het individu in Nijmegen, waar gewoon een echtpaar dachten van ja, die vrijwilligers, dat moet toch allemaal een beetje geregeld worden voor die asielzoekers, laten we dat oppakken. Of ons eigen raadslid in Tilburg, die prachtige sportbijeenkomsten organiseert. Er is veel idealisme in dit land en allemaal willen ze hetzelfde en dat is dat we samen vooruitkomen. Dat is niet het nieuws, dat is geen geschreeuw, maar dit is wel echt van waarde in de praktijk. En aan ons de taak de komende jaren, om van die krachtige onderstroom van al dit soort mensen en al dit soort initiatieven de bovenstroom te maken. Dat is ons doel en dat gaan we met elkaar bereiken. En ik voeg daaraan toe, waarbij de verzorgingsstaat niet iets is van vroeger, maar juist ook van de toekomst, waar mensen met pech op kunnen rekenen. Want de pech van de een is de pech voor de ander. We doen het samen. Afsluiting, wat mij betreft, is een paar dingen. Ik wil nog één keer teruggaan naar de heer Willemsen. En aan al die leden en oudleden, vooral aan de oudleden, echt hartelijke dank uitspreken voor wat zij hebben bereikt in ons land. Het is nu aan de generatie van nu. Maar ook de toekomst zit al in de zaal. En ook als ik bij afdelingen kom, zie ik dat er bruist van de energie. Dat er heel veel jonge mensen zijn die op willen staan om ook weer van hun idealen, zeg maar, de samenleving te laten veranderen. Wij kunnen de partij zijn van de hoop. Weg met de angst, op naar de hoop, op voor de Partij van de Arbeid, op voor de sociale democratie, op voor één samenleving tegen het schreeuwen. Dank jullie wel.
Hans, je mag nog een keer op het podium komen. En mag ik dan ook vragen om de vertrekkende en de nieuwe partijbestuursleden op het podium te vragen. Zodat wij ze een mooi bloemetje kunnen overhandigen. En de nieuwe bestuursleden, het is geweldig dat zoveel mensen zoveel moesten aan willen voor de partij willen doen. Dus heel veel dank voor die mensen ook die zich hebben gekandideerd en die zijn geworden. Oh, ik schreeuwde zo hard mogelijk. Wie hoorde me niet? En dan weet ik ongeveer wat mijn volume de volgende keer moet zijn. Ik wilde mijn oud-collega's vragen, die nu niet opnieuw herkozen zijn, zich ook niet herkiesbaar hebben gesteld. En ik vraag u een hartelijk applaus voor hen die dat toch vele jaren met veel passie hebben gedaan. Alleen Peter, oud-collega, die kon vandaag echt niet aanwezig zijn. Die moest gewoon werken als arts. Dat kan ook, hè? Dat is belangrijk. Dan vraag ik nu de nieuwe collega's naar voren, maar ik vraag daarbij ook een applaus voor al die mensen die zich gekandideerd hebben en het niet zijn geworden. Dus dat vraag ik eerst. En dan vraag ik de nieuwe bestuursleden op het podium.